Welkom bij een nieuwe aflevering van Praat van de Straat. Vandaag vanuit de gemeente Maasgouw. Komende zaterdag wordt de klok verzet. En wij gaan aan de mensen vragen, wat vind je? Moet de zomertijd blijven of niet? Gaat je met mij met? Komende zaterdag wordt de klok verzet. Gaat de wintertijd in. Wat vindt u ervan? Moeten we dat blijven houden of zegt u gewoon de oude tijd terug? Gewoon de oude tijd terug. Want dat, ik vind dat zo gezeur met de klok vooruit, achteruit. Dat moet niet kunnen. Verschrikkelijk. Ik wil de oude tijd terug. En dat het zomers dan lekker lang leeg is. Helemaal afschaffen. Ja, gewoon altijd dezelfde tijd. Dan ben je er helemaal aan gewend en dat maakt niet weet. Nee Jan, dat komt helemaal goed. Nee, gewoon dezelfde tijd aanhouden. Maar daar zijn ze lang over aan het discussiëren, ook in de EU. Hè, want dat ze, nu hebben ze het laatst over een half uur. Nou ja, dat is ook een oplossing, eventueel. Hè, dan is het dus in de winter. Ja, een half uur korter donker en in de zomer een half uur korter licht. Langer licht, hè? Ik vind het wel fijn. Ja, ik vind de wintertijd ook wel fijn. Het is wel jaren donker natuurlijk, maar voor mij mocht dat zo blijven. Nee, laat maar gewoon staan. Waarom niet? Ik heb er eigenlijk geen last van. We doen het al jaren zo. Ik heb er niet echt last van. Ik heb ook geen voorkeur. Ik vind het hier al prettig, nu wintertijd, dat het dan weer even een beetje eerder leeg is, maar... Ik heb er eigenlijk niet echt een mening over. Ik vond het wel niet heel goeie zoog. Het is daar. Ik laat wat half doen, half uurtje. En dan nog eens me overkallen. Prima, wat mij betrof. Gewoon de natuurtijd aanhouden. Dat vind ik normaal. Dus de wintertijd, ook zomertijd. Hè? Gewoon volgens de natuur. Als de zon het hoogste staat, is het 12 uur. Heeft u er zelf eigenlijk ongemak van? Ja, want ik moet iedere keer de klok en daar kan ik geen weg mee. Dat zijn van die digitale klokken. Nou, daar kan ik echt geen weg mee. Maar heeft u er ook ongemak van zo? Ik bedoel dat u niet in het ritme komt of zo? Nee, dat is ook zo. Dan kom je, je bent helemaal verslag. Ja, ik kan er dan niet meer uit. Ik vind dat verschrikkelijk. Werkelijk waar. Nee. We wonen hier vlakbij en die klok van de gemeente die maakt ons wel wakker. Die houdt het wel bij. Dus het maakt ons niks uit. Wij zijn ook niet meer in het arbeidsproces. Dus. Die oude mensen. Nee, helemaal niet. Nee. Nou, ene dag is dat weer heel normaal. Misschien een beetje ongemak. Ze vergeten de klok voor terug te zetten of vooruit. Ja. Nou, ik ben dus een laterd. Ik ben een nachtmens, om het zo maar te zeggen. Dus dat behoeft verder geen uitleg, hè? Nu zeggen onderzoekers dus dat mensen eerder, als je de tijd gewoon hetzelfde laat, dat mensen eerder vatbaar zijn voor kanker, voor hart- en vaatziekten, voor winterdepressies. Gelooft u daarin? Nee, ik geloof daar niet in. Echt niet. Nee, geloof ik echt niet in. Nee, wat je moet krijgen, krijg je toch, weet je dat? Dat krijgen ze al van het eten, zeggen ze dus. Hè? Ja, zo is het toch. Maar zeven, daar geloof ik allemaal niet meer in. Ze maken nog zoveel wies. Nee. Ja, er worden zoveel onderzoeken gedaan. Ik kan het allemaal niet goed bijhouden wat ze allemaal beweren. Maar dat het misschien voor sommige mensen misschien van toepassing is. Maar toch lang niet voor iedereen. Hoor. Het gros heeft er totaal geen last van. Daar geloof ik niks van. Ik geloof er niet in. Ik heb zelf drie weersoorten kanker. En ik geloof niet dat dat toch gaat met de maakheid. Nee. Positief in het leven blijven slaan. Blijven lachen en elke dag genieten. Nee. 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 Nee, ik niet. Nee. Nee, we hebben het vroeger altijd zo gedaan, dus nee, dat denk ik niet. Ik denk dat eerder zijn oorsprong vindt en wat we nu allemaal vinden dat we moeten en ook moeten. Alle werkdruk en alles wat is opgelogd wordt. Ik denk dat eerder een oorzaak is als het feit dat de klok een uur verzet wordt. Dus nee. Nee. Nee, dat zijn voor mij fabels. Dit was weer een aflevering van Praat van de Straat. Vandaag vanuit de gemeente Maasgouw. Verboren vandaag in Lisbrug. De meeste mensen vinden gewoon de tijd laten wie er eigenlijk vanuit de natuur is. Bedankt voor het kijken en ik zie de Gerber de volgende week terug.